Revoweb.nl, de grootste reformatorische jongerensite. De meest populaire rubriek is de vragenrubriek. En vorige week kregen ze de 10.000ste vraag daarbinnen. Die vragen worden niet zomaar zeg maar, uit de losse pols beantwoord door iemand, maar er zijn 130 deskundigen die daaraan meewerken. En de site wordt goed bezocht. Per jaar zo'n 500.000 lezers. Nou, je zou zeggen, een succes. Gefeliciteerd. Ja, ik moet nog even één ding rechtzetten, want ik heb de laatste cijfers binnen gekregen vanmorgen. En het bleek dat we vorig jaar meer dan 1 miljoen bezoekers, unieke bezoekers hadden. Meer dan 1 miljoen? Meer dan 1 miljoen, ja. Wie heeft dan dit geholpen? Foute informatie waarschijnlijk van mijzelf, maar moet me wat vaker op de hoogte stellen van de laatste ontwikkeling. Meer dan 1 miljoen? Meer dan 1 miljoen, ja. Per maand gaat het om zo'n 75.000 unieke bezoekers. Zo. En dan praten we over unieke bezoekers. Hè. Dat zijn natuurlijk altijd bezoekers die wat vaker terugkomen. En dan dagelijks gaat het in ieder geval om 4.000 unieke bezoekers. Ja. Kun je dan ook zien waar zij het snelst naartoe gaan? Het aantal klikjes, welke pagina's populair zijn? Ja, dat is via Google Analytics kun je dat helemaal volgen. En dan kom je toch al heel snel uit bij de vragenrubriek. Want dat is natuurlijk waar heel veel jongeren als eerste terechtkomen. Daar kunnen ze hun levensvragen kwijt. En dat gebeurt dan anoniem. We hebben een vragenformulier op onze website staan. Zodat jongeren anoniem een vraag kunnen stellen. Maar je ziet ook de laatste tijd dat steeds meer ouderen gebruik van maken natuurlijk. Want ook die hebben vragen. Geloofsvragen. Nou, psychologische kwesties komen aan de orde. Medisch, relatie, alles eigenlijk. Ik zou hard zeggen, the sky is the limit. Ja, want welk soort vragen kom je nou het meest tegen? Wat wordt het vaakst gesteld? Ja, nou de vraag die vroeger het vaakst werd gesteld, dat was hoe kom ik tot geloof? Hoe vind ik vrede, rust, vergeving van mijn zonden? Nou, dat moet dus in de kerk zijn. Antwoord, naar de kerk. Naar de Bijbel. Ik bedoel, kerkmuren, die, daar hebben wij het niet zo heel erg op bij Revoweb. Maar Gods woord staat bij ons bovenaan. Dat is het einde van alle tegenspraak. Kijk, je hebt natuurlijk wel eens richtingen, stromingen die er een andere invulling aan geven. Nou, maar voor ons is het zo, Gods woord is het einde van alle tegenspraak. Dus onze medewerkers, onze panelleden, die moeten eigenlijk vanuit dat woord moeten ze antwoord geven. En dat is wat jongeren ook vragen, hè, vaak. Kunt u vanuit de Bijbel, kijk, en dan zijn we op de goede weg. Want dat is net zoals de gemeente van Berea deed. Mm-hmm. Onderzoekende, dagelijks, of deze dingen al zo waren. Nou, en dat is eigenlijk ook het mooiste, dat een predikant vanuit het woord, met voorbeelden, tekstvoorbeelden, nou, het staat daar en daar, en zo en zo is het antwoord. Ja, en dat is eigenlijk wat wij ook willen, het woord. Dan denk ik, de vraag, hoe kom ik tot geloof? Zouden papa's en mama's daar dan niet een antwoord op hebben gegeven? Zou die vraag misschien niet eens thuis gesteld worden? En als je naar de kerk gaat, heb je mensen die jeugdwerk doen. De voorganger die heeft er toch wel eens een paar keer vanaf de kansen gezegd. Geef je hart aan Jezus. Ja. En zo. Ja, nou, er zitten wat problemen. In ieder geval, niet alle jongeren zitten heel aandachtig te luisteren in de kerk natuurlijk. Ja. Eigenlijk is een vraag van hoe kom ik tot geloof een hele basale vraag. Het is zo simpel. En als je die vraag gaat stellen tijdens catechisatie, dan word je door iedereen uitgelachen. Denken ze. Ja. En als je ouders geen levend geloof hebben, hoe kun je die vraag dan aan je ouders stellen? En dat is denk ik het probleem. En daar komt nog eens een keer bij. Als een ander dominee of evangelist jou heel helder en heel eenvoudig uitlegt hoe dat gaat in de praktijk, dan ben je daar natuurlijk wel ook heel praktisch mee geholpen. Ja. Stel dat je in je eigen gemeente steeds te horen krijgt van je moet je bekeren. Ja. Maar er wordt praktisch niet uitgelegd hoe je dat moet doen, dan zit je toch alweer met een probleem. Maar je zou zeggen, dat zie je dan toch. Ik bedoel, als kind zie je wat papa doet, je ziet hoe mama dingen doet. En je kijkt dingen af, doe je na. Ja. En je zou verwachten, als je in een kerk zit, dan zie je, hé, Peter die is tot geloof gekomen. Fantastisch, die getuigt ervan, wil ik ook. Dat wordt er blijkbaar te weinig gezien. Ja, gebeurt dat ook in alle segmenten waar Revoweb ooit, waar jullie in eerste instantie, ik denk dat jullie nu heel breed publiek hebben, mooi. Klopt.
Maar dat het in basis ook wel een deel is. Juist de enige plek waar mensen deze vragen durven stellen. Omdat expliciet getuigen. Ja. Dat gebeurt natuurlijk ook niet overal. Nee, dat is denk ik ook wel een probleem. Je zit natuurlijk in bepaalde reformatorische kerken. Mm-hmm. Waar toch meer een wat afwachtende houding mm-hmm. wordt gepreekt. Van ja, God moet het doen. En een mens kan niks. En ja, je moet uitverkoren zijn. Dus dan blijf je maar op je achterwerk zitten. Tot er een briefje uit de hemel komt. Of als God je kiest, dan komt hij wel. Een keer op een dag. Nou, precies, dat is heel veel gedachte. Maar er staat natuurlijk ook wat anders in de Bijbel. Bekeert u en gelooft het evangelie. Ja. Dat is de opdracht van Jezus zelf. Daar begon hij nota bene zijn prediking mee. Maar dat betekent dat jullie dus een wat ander geluid laten horen binnen de reformatorische hoek. Want in sommige kringen zal men dat niet zo voor klip en klaar zeggen, of dat, wel? Dat is zo wat je zegt. Aan de andere kant zie je daar ook weer een ontwikkeling. Je ziet dat predikanten die toch vaak, of tot een aantal jaren terug, een wat leidelijke prediking hadden. Je ziet daar ook een ontwikkeling in. Dat het toch weer wat meer gunnend is. En dat er een toch een weer meer welmenend aanbod van genade, zoals ze zo mooi heet in de reformatorische kringen, wordt gepreekt. Het is wel een vakterm, hè? Gunnend. Gunnend, Leg eens uit voor de kijkers die dat nou, gunnend is natuurlijk ook wat Jezus zelf zegt. Bekeert u en gelooft het evangelie. En wat is dan het gevolg? Dat je het eeuwige leven krijgt. Dat er een liefdesrelatie ontstaat met hem. Door hem te volgen. En dat betekent niet dat je hem moet kopiëren. Mm-hmm. Nee, volgen is wat anders. Ja. En dat is eigenlijk waar heel veel jongeren ook tegenaan zitten te hikken. Van ja, maar dan moet ik net zo zijn als Jezus. Dan kan ik helemaal niet. Oh, ja. Mag ik dit niet meer, dat niet meer, enzovoorts. Dat ligt zo hoog. En het is... Ja. Dat het eigenlijk een wereld is van de regeltjes. Maar een leven met Christus. Jij zei dat straks ook al. Dat geeft zo'n enorme bevrijding. Dat is zo bevrijdend. Je bent van je zondelast verlost. En je hebt het eeuwige leven. Je mag straks in eeuwigheid God loven en prijzen. En je hebt die last die van jezelf altijd met je meedraagt. Van zou het wel dit en zou het wel dat. En doe ik dit wel goed. En ja... Die ben je dan kwijt. Tenminste, je mag weten dat je hem kwijt bent. Het is natuurlijk niet altijd zo dat je altijd de zekerheid van het geloof hebt. Maar je bent hem wel kwijt. Ja. Hoe kom je tot geloof? Dat was zeg maar de eerste vraag. En daar begon het vooral mee. Ja. Maar inmiddels, als je 10.000 vragen hebt gehad... Ja. Hoe volg ik Jezus? Is eigenlijk de vraag. Is dat de vraag? De vraag die nu een beetje wat. Dus meer levensheiliging. Ja. Dat zie je nu ook heel erg terugkomen. Ja. Van ja, ben ik wel een kind van God? Die vraag wordt gesteld: van ja, ik heb nog zoveel zonde en ik doe nog zoveel dingen. Ik denk nog zoveel zondige dingen. Ben ik dan wel een kind van God? Is dat een exclusieve vraag binnen een reformatorische kring? Of is dat ook een evangelische kring? Ik denk kring? Dat het een christenvraag is en misschien wel stiekem een mensvraag. Ja. Maar wel goed dat hoe volg ik Jezus? Hoe complex is dat? Maar eigenlijk ook weer heel simpel. Als je met stapjes steeds meer op Jezus wil lijken, dus steeds meer dingen afstoot die er niet bij horen, of juist beetpakt die er wel bij horen. En ook durft ik Paulus zeggen, volg mij maar na. We blijven heel veel Paulus kijken, maar ik vind dat ook inspirerend, omdat dat zou ook bij ons hopelijk steeds meer het geval mogen zijn. Ja, Paulus zegt dat. Hey, daar kan ik in ieder geval wel wat van leren. Oh, die maakt mij bewust van hoe ik met schepping omga. Of die maakt me bewust van hoe ik met mensen omga. Maar de twijfel? En de twijfel is denk ik ook wel vanuit... Sommige mensen overschreeuwen het vanuit een ander perspectief... en anderen drukken het weg. Ja. Ik vind twijfel iets heel moois. Die twijfel wordt altijd gezegd... Oh, maar dan twijfel je aan God. Je twijfelt eigenlijk het meest aan jezelf, vermoedelijk. Mm-hmm. En of je wel de skills hebt. En als je dan beseft... Maar ik ben vrij... In Christus. Ja. Dat vind ik heel mooi dat hij dat zegt. Want dat is eigenlijk ook wat predikanten vaak als antwoord geven. Ja, dus twijfel nooit aan God, maar twijfel aan jezelf. Als je twijfelt aan jezelf is geen probleem. Maar twijfel niet aan God. En dat is eigenlijk een stukje bemoediging. Hè? Iedere antwoord is ook weer een klein preekje op zich. Maar juist een preekje voor jongeren. Het wordt zo duidelijk en zo helder uitgelegd. Ja, dat hoor je in de kerk haast niet. En bovendien een preek van 3 kwartier. Vaak gaat er ook een heleboel dingen langs je heen. Ja. Nu krijg je een heel kort bestek. Krijg je precies het antwoord wat je zoekt. En dat is denk ik ook de aantrekkingskracht van die vragenrubriek. Mm-hmm. Je hoeft niet 3 kwartier te wachten in een preek. Of er wel een antwoord voor je komt. Nee, je krijgt nu een antwoord. Ja. Soms moet je wel even een paar weken wachten. Want onze vrijwilligers hebben natuurlijk ook druk. Maar je krijgt wel een antwoord.
Wordt elke vraag wordt die beantwoord? Ja, in principe wel. Ook als die eigenlijk al een keer eerder, misschien in andere woorden, is gesteld? Nou, dan verwijzen we door naar een eerder gegeven antwoord. We gaan natuurlijk geen predikanten tegen elkaar uitspelen. Dat heb je natuurlijk wel eens, dat de jongeren dominees eruit proberen. Het antwoord bevalt me niet helemaal. Ik ga nog even een andere dominee vragen. Nee, dat gaan we niet doen. We verwijzen dan terug naar een eerder gegeven antwoord. Ja. Dus zo reëel zijn we dan ook wel weer. Geen spelletje? Nee, er worden geen spelletjes gespeeld. Maar ja, aan de andere kant is natuurlijk zo. Er zijn enorme diversiteit aan vragen. We hebben er nu 10.000 online staan. En volgens mij komen er nog 10.000 bij. Jongeren zitten vol met vragen, ouderen trouwens ook. Ja. Ook over het geloof. Dus ja, die moeten ze ergens kwijt. Ja. En als je 100 vragen aan een dominee gaat stellen, ja, die dominee wordt er helemaal tureluurs van. Nou, daar zijn wij dus voor. Zijn er ook wel eens vragen dat je eigenlijk met de handen in de haar zit of gewoon schrikt? En denk van, hoe is het mogelijk dat dit bestaat? Ja. Ja, dat is absoluut het geval. Durf je daar voorbeelden van te geven? Nou ja, als het gaat om misbruik, om incest in je eigen kring. Ik heb dat vaker gezegd. Het is zo, een christen is niet beter, maar hij weet wel beter. Ja. Vanuit het woord weet hij dat bepaalde zonde, dat God daar een afschuw van heeft. Nou, en als je dan een vraag krijgt van een meisje wat misbruikt is. Dat misbruik gaat nog steeds verder. En die vader die heeft geen enkel berouw, geen enkele spijt. Die geeft zelfs zijn dochter de schuld. Oh, dan breekt je hart. Dan denk je van, ja, wat moet ik hier nou mee? Ja, zo iemand krijgt ook echt voorrang in het antwoord. Ook als het gaat om zaken als suïcide, zelfmoord. Dat soort vragen, dat wordt onmiddellijk door ons beantwoord. Dat moeten we eigenlijk de volgende dag gelijk online hebben. Ja. En dan kan een vraag over bekering, bij wijze van spreken, hoe noodzakelijk ook. Ik kan nog wel even een weekje wachten. Want kunnen jullie deze mensen dan ook bereiken op een of andere manier? Of worden de vragen anoniem gesteld? Ja, heel af en toe staat er een e-mailadres bij. Soms is dat wat prettig, omdat je nog even kunt doorvragen. Wat bedoel je nou met deze vraag? En zeker als het gaat om suïcide, dat je die mensen toch kunt bereiken. Maar over het algemeen is het allemaal volstrekt anoniem. En kunnen we dus ook niet achterhalen wie er achter een vraag zit. Ja. En dat is natuurlijk voor zo'n vraagstel wel heel erg lekker. Als je zit met een hele serieuze vraag, ook als de medische over ontlasting, ja, ik noem maar wat, een heel, heel plat onderwerp. Maar ook die vraag worden gesteld. Ja, je stapt niet zo snel naar een dokter van, dokter, ik heb groene ontlasting, wat moet ik hiermee? Spinaal. Hoewel een dokter daar natuurlijk, dat is heel goed mogelijk. Maar een dokter, die is daar natuurlijk in gespecialiseerd. Ja. Die vindt niks vreemd. Maar in onze achterban hebben ze toch wel een beetje een gêne van, nou, dat moeten we niet doen. Laat maar even lekker anoniem op RefApp die vraag stellen. Alleen, ja, je moet wel een paar weken op het antwoord wachten. Ja, dus, ik kan me voorstellen dat het dan geen prioriteit heeft, zo'n vraag. Nee, zo'n vraag, nee. Maar elke vraag neem je serieus? Elke vraag nemen we in principe serieus. Het is wel zo dat we soms wat details weghalen als het gaat om seksualiteit. Ja. Zeker ook in de gemeenschap. Man en vrouw zijn getrouwd, maar ze hebben wat moeite met het gemeenschap. Daarom worden soms wat heel expliciet onderdelen genoemd. Dan denk ik van, nou, misschien moeten we dit een beetje kuisen. Dus dat doen we dan wel. Okay. Ja. Het is een heel fenomeen geworden. Het is ongekend. En sterker nog, dus volgens mij bestaat er op de hele wereld niet een soortgelijk initiatief. Met zoveel vrijwilligers en zo'n enorme diversiteit aan vragen. Dit is volstrekt uniek. Ja. En we zijn ook echt verbaasd over het enorme succes ervan. Het heet RefoWeb. Maar ik heb de indruk dat het over de kerkmuren heen gaat. Ja. En dat er vanuit evangelische hoek en overal komen de vraagstellers. Maar ook de beantwoorders. Ja. Ja, nou ja, het is wel zo dat de meeste beantwoorders, de panelleden, die komen wel uit de reformatorische kerken. Mm. Maar er zitten ook wel wat evangelische mensen tussen. En ja, in principe is het zo, als het antwoord volstrekt bijbels genormeerd is, ja, dan is dat prima. Ja. Het is wel zo dat als het gaat om, en dat willen we wel voor zorgen, dat als het gaat om geloofsvragen, dat we dan wel vanuit de reformatorische hoek een antwoord proberen te geven. Maar je merkt ook aan de vraag zelf, dat het vaak ook vraagstellers zijn uit die kring. Je gaat bijvoorbeeld iemand die uit de gereformeerde gemeente komt, dan ga je de vraag niet voorleggen aan iemand die baptist is. Ik noem maar wat. Hoewel die ook een heel mooi antwoord kan geven. Ik ken baptisten, predikanten. Nou, daar zou ik graag bij naar de kerk gaan. Mm-hmm. Ja. Dus wat dat betreft. maar ja, goed, dat leer je dan ook bij RefoWeb over de kerkmuren heen kijken. Ja, mooi. Dat is goed. Ja. Mooi. Ja. En dat is denk ik ook wat heel veel jongeren zien.
Revoweb is niet van de gereformeerde gemeente of van de gereformeerde gemeente in Nederland of hervormd of wat dan ook. Nee, het is eigenlijk een gezamenlijk initiatief van al die kerken. Want die predikanten die werken daarmee en die zien dat ook als zodanig. Hè. Eigenlijk via Revoweb komen ze allemaal bij elkaar. Die eenheid die je eigenlijk zoekt in christelijke kring, dat is eigenlijk dat stukje Revoweb. Als je nou de balans zou moeten opmaken, 10.000 vragen verder. Welke impact heeft Revoweb dan gehad? Ja, we zijn denk ik aan de ene kant een beetje de luis in de reformatorische pels. Dus we prikkelen ook graag. Maar ik denk dat het effect wat Revoweb heeft gehad is tweeledig. Allereerst dat jongelui ook tot bekering zijn gekomen via antwoorden van predikanten. Nou, dat is fantastisch. Precies. En dat is dat tot de eer van God. Nou, dat is heel bijzonder. En nou, dat is echt geweldig om daaraan te mogen meewerken. En het tweede is dat stukje eenheid wat wij eigenlijk zijn kwijtgeraakt in kerkelijk Nederland. Dat je dat via Revoweb toch weer hebt kunnen bereiken. Dat predikanten vanuit allerlei kerken elkaar opeens herkennen en erkennen. In dat grote panel wat wij hebben. Uh-huh. En dat is denk ik wel een van de meest bijzondere zaken die te danken zijn aan Revoweb. Maar nogmaals, kijk, het lijkt nu wel of wij Revoweb en dat zulke bijzondere mensen zijn. Vergeet niet. Tuurlijk, zeker bijzonder. Ik ben ervan overtuigd dat dit het werk is van de Heilige Geest. Wij doen het ook niet voor onszelf. Maar wij worden niet beter van, wij zijn vrijwilligers. Het kost ons eigenlijk bij wijze van spreken alleen maar tijd en geld. Maar het is het is tot eer en glorie van God. En ja, als je dat mag doen in zijn koninkrijk, ja, dat geeft zoveel vreugde. Dat is, dat is echt geweldig. Als je richting de toekomst kijkt, wat zou je dan hopen dat er met Revoweb gebeurt? Nou, ik hoop in ieder geval dat die vragenrubriek zo snel mogelijk afgeschaft kan worden. Maar ik vrees dat dat niet het geval is. Ja. Want jongeren blijven vragen houden. En het is toch lastig omdat in je eigen kerkenraad vaak worden vragen ook als kritisch gezien. Ja. Zeker als je die over je eigen kerkverband stelt. Als de luis in de pels, ja. Ja, precies. Maar dus jullie maken je ook niet altijd populair, denk ik. Nee. Dus er zullen ook wel eens mopperreacties zijn. Ja, die zijn er ook wel eens. Maar dan proberen we toch wel uit te leggen, ook op een eerlijke manier, waarom er iets geplaatst is, waarom we het op deze manier doen. En dat het niet gaat om een kerkverband te beschadigen. Want ja, je krijgt ook vragen over bepaalde kerkverbanden. Maar dat het wel is om dat stukje kritiek naar je eigen achterban, hè? Zelfkritiek. Als dat er niet meer is, dan heb je alleen maar kritiek op een ander. Nee, kijk ook eens naar jezelf. Ja. Ook als kerkverband, ook als reformatorisch christen. Doen wij het allemaal wel zo goed? In onze kerken kunnen wij nog wel verdedigen vanuit Gods woord dat we bepaalde tradities hebben? Of is het toch, kan het zijn dat je ook andere christenen ook wel... Dat is wel lastig. Ja. Ja, dat betekent dat je soms... dus confronteert. Ja, klopt. Ja. En maar dat maakt niet altijd vrienden mee. Nee, precies. Maar dat zie je in de Bijbel ook. Jezus, de apostelen, Paulus, waren altijd confronterend. Ja. Nou, en wat is daar mis mee? Je bent er zelf al een paar jaar bij betrokken. Ja. Wat heeft het jou persoonlijk opgeleverd? Ik denk dat wat mij persoonlijk een diepe relatie met God. Ja. Ja. En dat je meer in afhankelijkheid gaat leven. En dat je hem ook wat meer de eer gaat geven. Meestal, in het begin was het zo, dit doe ik lekker. Ja. Ik mag iets betekenen voor Reformatorisch Nederland. Ik ben iemand. Ja. Nou, dat is helemaal weg. Ja. Ik kan er heel enthousiast over vertellen. Maar dat is niet om voor mezelf, maar omdat ik de vreugde en plezier mag hebben om te werken in Gods Koninkrijk. Mooi. Nou, hij is iemand hoor. Gert Jansen, hij werkt mee aan de reformatorische website revoweb.nl. En als u wat vragen wilt bekijken, even doorklikken, u vindt het vanzelf.